We zijn afgelopen vrijdag zijn we officieel begonnen. En we zijn na Hemelvaartsdag begonnen, zodat de mensen ook nog kunnen genieten van de zonnige Hemelvaartsdag hier op het Rutbeek. Dus nu vol gas tot 's avonds laat gas geven om er een hele mooie speeltuin van te maken voor heel veel mensen. Nou, we gaan ongeveer 20 verschillende area's opbouwen, verdeeld over het hele terrein. We hebben ongeveer 13 op de zondag en ongeveer pak een beet 8 op de zaterdag. En met hoeveel mensen zijn jullie hier bezig met het opbouwen? Ik denk op de drukste piekmomenten dat er echt wel 400 man ongeveer druk aan het werk is om alles ingereed te krijgen voor het festivalterrein. Wat zijn jullie vandaag hier aan het doen? Gewoon een beetje chillen hier op het strand bij het Rutbeek. Het weer bevalt goed? Ja, het is gelukkig niet meer zo benauwd als gisteren, hè? Er is over een paar uurtjes is er onweer voorspeld en regen. Ja, daarom. Zijn we ook vroeg gegaan, want tegen 12 uur zo hadden ze gezegd, maar het is nu nog helder. En ze zijn nu ook bezig met een festival aan het opbouwen? Ja, dat zag ik, ja. Ga je daar ook nog heen aankomend weekend? Helaas mag ik niet, ik ben te jong. Ik denk niet dat u er zelf heen gaat? Nee, mijn zoon. Die wacht ook even af hoe het weer is, want hij zegt van, daar is de prijs te duur voor, hè. Als het slecht weer is, gaat die er ook niet heen. Er is straks noodweer voorspeld, in ieder geval onweer, regen, hagel. Wat gaan jullie daarmee doen? We hebben het inderdaad ook gezien. Natuurlijk zullen opbouw gestaakt worden. Dus we zetten alles goed vast, we checken alles dubbel. Maar zoals het er nu naar uitziet, trekt het aardig over.